kijken we even naar Ari. Vandaag gaan we het hebben over geld. Ari heeft al zijn geld voor ons meegenomen. Laat eens zien. Ik zie een 1-euro munt, een 2-euro munt, een biljet van 5 euro, een biljet van 10 euro en een biljet van 20 euro. Als je 10 euro moet betalen, dan kun je dat doen met een 10-euro biljet. Hoe kan Ari deze boemerang van 16 euro kopen met zo min mogelijk munten en biljetten? Begin met een biljet van 10 euro. Dan een biljet van 5 euro. En nu nog 1 euro erbij. Dat is samen 16 euro. Nou, Ari, die boemerang is van jou. Een boemerang komt altijd terug, toch, Ari? Nou, misschien kan hij van zijn geld ook een pleister kopen. Hè? Opgelost. Het werkboek. Wat gaan wij vandaag doen? Wij gaan dus rekenen met geld. Je leert bedragen tot en met 20 euro herkennen en samenstellen. Ik heb hier een hele grote knuffelbeer en die kost 16 euro. Daarnaast ligt ook 16 euro met zo min mogelijk biljetten en muntjes. Een briefje van 10, een briefje van 5 en een muntje van 1. 10, 15, 16. Samen 16 euro. Bij som 1, welk bedrag hoort erbij? Ik heb hier zo meteen een doos met puzzels. Stukjes over een visje, die zijn 14 euro samen. Het aapje kost 15 euro. Ik wil dat jij nu 14 euro op gaat zoeken. Waar ligt er 14 euro? Nou, sowieso ligt er overal een briefje van 10. Dus we gaan springen met een sprong van 10. Maar waar ligt er dan nog 4 euro los? Ik wil dat je dat opzoekt en dat je een lijntje gaat trekken. Hetzelfde geldt voor de 15 euro. Ik wil dat je het bedrag opzoekt en dat je een lijntje trekt. Is het bedrag goed? Ik heb hier een truitje en dat kost 13 euro. Ligt hier ook 13 euro? Dan zeggen we ja, kleuren we die in. Als je zegt nee, het is te veel of er ligt hier te weinig, mag je die aankruisen. Dat mag je ook doen met de schoenen van 16 euro en met de koffer van 18 euro. Als hier 16 euro ligt, zeg je ja. Ligt hier geen 16 euro, zeg je nee. En dat doen we ook met de koffer. Bladzijde bovenaan. Maak het bedrag, hoeveel moet er nog bij? We willen hier een duikbril kopen van 15 euro. Hier ligt geen 15 euro, dit is net iets te weinig. 10, 11, 12. Hier ligt 12 euro. Hoeveel euro moet daar dan nog bij om 15 te krijgen? 12 euro, 13 euro, 14 euro, 15 euro. Er komt dus nog 3 euro bij. Die mag je opschrijven. En dat mag je zometeen ook doen met de rest van de sommen. Maak samen 20 euro. Ik heb hier geld liggen. 10 euro, 11, 12, 13. Dit is 13 euro ligt hier. Oké, 13. Maar ik moet naar de 20. Als ik 13 heb, dan moet ik er nog 7 bij doen om 20 euro te krijgen. Maar waar ligt er 7 euro? Ik wil dat je een lijntje trekt. Mag je ook doen met de 5 euro. Wat komt daarbij om 20 te krijgen? Mag je ook doen met deze en met deze. Als je dat hebt gedaan, betaal met zo min mogelijk munten en biljetten. Ik wil rolschaatsen kopen en die kosten 20 euro. En ik mag gebruik maken van briefjes van 10, briefjes van 5, muntjes van 2 en muntjes van 1. Let op, gebruik zo min mogelijk munten en biljetten. Kleur ze in.